Het zou goed zijn voor het midden- en kleinbedrijf en vooral banen. Dat is waarschijnlijk wel de grootste leugen van TTIP. Dit is vooral voor multinationals en het aantal banen is niet eens heel duidelijk. Het midden- en kleinbedrijf heeft er geen enkel belang bij en daarom vooral niet geloven de leugens die worden verteld over TTIP.